Hallo lieve kijkers. Ik probeer altijd te vloggen op de dag dat de vlog online komt. Dus dat klopt nu ook weer echt. Het is dinsdag 14 mei. Veel plezier met de vlog. Het gaat over dames en varen. Ik ben nu net terug van een trip vanuit Italië. Varen naar Kroatië. Daar zijn we nu net aangekomen. Ik sta nu op de brug. Ja, dat was chaos. Dat was vet. Ik ben met een heli. Nee, weet je, ik ga er niks van verklappen. Als je wil weten hoe dit was, deze trip hier, dan moet je donderdag kijken. Veel plezier. Goedemorgen mensen! Vandaag is de meidenvaardag, dus het is met allemaal dames op een schip. Wat ik de afgelopen hele vlogcarrière niet heb meegemaakt, dat ik met zoveel dames ben. Dus dat wordt wel heel erg leuk. En ik wilde tegen jullie zeggen dat ik vandaag zin had om te vloggen. En jullie denken, nu gaan we rijden. Oh, dit is een cliffhanger! Ik heb iets meer het gevoel dat ik connectie met jullie heb ofzo. En nu denken jullie echt van, nou dat valt wel mee, Alon. Jullie reageren ook meer en ik zie mensen hier meer bij de marine van, hey vlogger, hoe is het? Maar dat, ik vind het gewoon leuk om meer dingen te delen met jullie daardoor ofzo. En dat ik ook echt oprecht meer mezelf word. Kijk hoor, wacht even. Hallo. Goeiedag. Ik film niet u hoor. Oh, ja. Deze moet u zien hè? Ja. Marine volgen. Ja. Kijk, ik zie je camera, maar ik denk, hey, maar jij. Ja, ja ik zit net goed te zeggen dat ik steeds vaker herkend word in de camera. Vandaar ik dat leuk vind dat ik. Nou, niet dat ik herkend word, vind ik niet heel belangrijk. Ja, ben je hier als een BN'er? Nou, ja, hier misschien wel, op de marinebasis. Ja, dit is leuk. Nou, as we speak, toch? Even back to business. Ik heb een nieuw begeleider. Papa Arthur die gaat binnenkort verhuizen naar Aruba. Dus eerst was papa Jan weg en nu papa Arthur en nu krijg ik weer iemand anders. Maar diegene is nu op kantoor, die ga ik zo meteen ontmoeten en die ga ik zelfs waarschijnlijk ook aan jullie laten zien omdat hij mee gaat varen. Ik ben dus nu aangekomen bij kantoor. Ik heb allemaal pennen en visitekaartjes mee en normaal gesproken loop ik daar niet zo mee te gooien. Maar er zijn zo meteen 200 dames aan boord. Dus ik ga even kijken of ik wat vrouwelijke afdelingen erbij kan krijgen vandaag. Ik zie allemaal dames ondertussen om me heen, dus we gaan helemaal de goede kant op. Ik weet eigenlijk niet of dit marine. Papa Arthur, zijn deze mensen van de marine al deze dames of niet? Ik geloof het aantal is 200. Ja. Dames uit heel Nederland. En niet per se marine? Nee. Het schip gaat met de bemanning gewoon varen. En 200 dames, 200 meiden van de leeftijdscategorie, wat is het, 14, 16 tot 28, die zijn uitgenodigd. Okay, ja. En die gaan een dagje varen met de marine, om te leren kennismaken met de marine. Oh, oké. Okay. Ik zie heel veel dames, dus hier moet het zijn. Kijk hoe gezellig hier. Oh, het is hier lekker warm. Mensen kijken een beetje raar, maar ik ben vlogger, dus dit hoort. Zeg maar, de camera vasthouden en een beetje zo rondzwaaien. Oké, we hebben dus net een briefing gehad. En wat mij vooral is bijgebleven bij de briefing, is dat één iemand zei, die zei van, hey, ja, jij gaat toch binnenkort stoppen? Ik zeg, nou, niet dat ik weet. En hij zegt, ja, want volgens mij is ochtends een vlogger of zo. Ik zeg, nou, dat is bij de landmacht geweest. En nee, volgens mij ook marine. Toch? Dat was toch een raar verhaal? Ik ben er nog steeds een beetje van geschrokken, zeg maar. Het is wel grappig, want als dat iemand dat dan zegt, dan vind ik dat echt wel heel erg. Dat zou ik echt heel erg vinden als ik hier weg moet. Er gaan vandaag wat dingen gebeuren. Er komt een helikopter en er komt een Frisk even op bezoek. Terwijl we gaan varen. En verder zit hier nu iedereen lekker te wachten. En dat gaan wij ook even doen. En als er weer wat gebeurt, dan kom ik terug. Goedemorgen. Ik ga even iets anders doen. Welkom aan boord van Zijne Majesteit Johan de Wit. Vandaag een hele bijzondere dag. Want vandaag staat in het teken van jullie, de dames. En ik kan als geen ander vertellen hoe het is om nu op de werkvloer te zien dat we er toch aardig wat missen als het gaat om dames. Oké, ik heb dus allemaal pennen, dus ik ga pennen uitdelen. Oh, ik ben eigenlijk vooral heel erg opgelucht met die deur omdat het dan even iets koeler weer is.
heleboel foto's gemaakt. Ik ben een klein beetje afgeleid. Het is nu met veel meer regels vandaag eigenlijk. Dus ik mag nu niet bijvoorbeeld zomaar naar de overkant rennen hier. En normaal gesproken mag dat wel. Tenminste, dat ben ik meer gewend. Dus ik merk nu weer van wat een bijzondere positie ik eigenlijk heb als marinevlogger. Ik sta hier nu al anderhalf uur op mijn boot te vloggen, maar we liggen nog steeds stil, zie ik nu. Dus maar er gaat zo meteen denk ik wel verandering in komen. Even een update. Deze mensen hier krijgen allemaal een rondleiding door het schip. En dat is wel eens vastgelegd in de vlog, dus daar gaan we ons verder niet mee bemoeien. Het is nu 11 uur en om 2 uur gaat er eigenlijk pas wat gebeuren. Dus dat klinkt heel raar, maar eigenlijk ga ik dus pas om 2 uur weer met jullie vloggen. Okay, het is ondertussen totaal niet 2 uur. Het is nog maar een uurtje later of zo, maar er gaat wel wat gebeuren, want ze gaan hier schieten. Dit is best wel lijp, dit heb ik ook nog nooit meegemaakt. Ze gaan hier gewoon op het helidek gaan ze eventjes wat poppetjes op papier wegknallen. Wat gaan jullie zo meteen doen? We gaan zo meteen een demo laten zien, een schietdemo. En daarin laten we zien wat we eigenlijk doen als we aan boord komen. En als er echt op ons zou worden geschoten, hoe we dan moeten reageren. En iedereen moet kunnen schieten? We hebben wel, als we voor een haven, dan krijgen we meestal dat we weer moeten schieten. Voor mensen die er wacht lopen, dat er eventueel iets kan gebeuren. Dan Okay. Word je even getest of je je wapenhandelingen nog kent. Nou, succes zo meteen. Ja, dankjewel. Top, dankjewel. Ze gaan met klein kaliberwapens schieten, dat zijn C7, C8 en de Glock, dat is het pistool. Dat kan. Er is nu een boefje of zo, of een nepboefje, en die wordt gepakt. Het heet een boordoefening, maar oh joh, mijn vader. Nou, dan denk je dat doen we de hele tijd, maar het staat ook de hele tijd stil. Nou, nu wel best gedaan. Ondertussen een helikopter en hoe langer hij hier vliegt, hoe langer ik het idee heb dat hij zich hier mee gaat bemoeien. 7 mannen tegen 1 vrouw, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, hè? Hoor. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Ik dacht wel met die brancard je zou er maar in liggen. Zo. Dat vond ik nou niet heel erg zeker. Ik zou denken, laat de dapper liggen voor mijn polsje. Wat is dat? Doekje voor de lens. Nou, dat doe ik nog nooit, maar goed. Dat Kabi erbij is, dit doe ik echt nooit. Ik heb nog nooit in mijn comment een klacht gehad over dat jij niet helemaal schoon bent. Maar dankjewel, je weet me nooit.
Oké, volgende situatie. Even context. Ik heb nu een interview met iemand van de marine en dat is een vrouw. Oké, we hadden net een mooie plek buiten, maar daar hadden we te veel tegenlicht. Dus dan kom je toch mee naar mijn hut en dan gaan we daar even vloggen. Dus zij is haar stapelbedje aan het netjes maken. Voor even dat ik interview. Er zijn vooral mannen om je heen. Ja. Nou, ik denk dat er ook te vaak wordt gedacht van Defensie dat het alleen maar een mannencultuur is. Ik word heel regelmatig gevraagd om juist ergens bij een gesprek of bij een vergadering of zo aan te schuiven. Om juist een invalshoek van een vrouw te hebben. Ik denk dat je mannetje moet staan. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar dat moet iedere militair. En dan maakt het niet zozeer uit of je man of vrouw bent. En zijn er veel verkeringen binnen de marine? Gebeurt dat vaak? Ja, dat gebeurt wel. Ja? Want dat lijkt me ook lastig. Je hebt het over 5,5 maand op reis. Als je verkering hebt binnen hier en je denkt, dan moet je professioneel blijven natuurlijk. Dus dan ga je ook niet de hele tijd... Nou, eigenlijk mag je dus ook niet als stel samen aan boord zitten. Nee? Nee. En als het tijdens het varen gebeurt, dan... Nou, dan eigenlijk ook niet. Maar waar je mannetjes en vrouwtjes samen zet, daar ontstaan wel eens dat soort dingen. Het is eigenlijk echt verboden. Dus als jij een relatie hebt met iemand en jullie, dan willen ze gewoon niet tot die liefde werken. Het is ook niet de bedoeling dat je bij de McDonald's achter de balie elkaar staat te zoenen of weet ik veel wat. Dus dat hier proberen ook niet. Proberen ze echt wel, oké. Loite, we hebben de Frisks, wat een woord is dat, Frisks, hebben gemist. Maar dat maakt niet uit. We zijn dus nu ondertussen ook aangekomen bij Den Helder. Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook soms lang duren. Jullie zien natuurlijk een vlog van 10 minuten, maar wij hebben ook af en toe een uur lang een beetje zitten wachten. Ik ben niet zeeziek geworden, dat vind ik al heel chill. Wat vond ik nog meer van deze dag? Ja, die helikopter met die ambulance, met al die zusters die eruit vlogen. Ja, dat was wel vet. Ik vond het ook heel leuk om wat mensen te spreken. Dus mensen die zeiden, hey, ik ken jou van het kanaal. Dus om wat meiden van, weet ik veel, 20 of zo te spreken van wat ze van mijn vlogkanaal vonden en zo. Dat die nu waarschijnlijk kijken en die ook mogen reageren. Want niet alleen mannen hoeven te reageren. Ja, en verder was dat deze dag. Oké. Eén zin of twee? Drie. Helemaal top, fantastisch. Genoten. Wat vond je leuk? Alles. Ik vond het leuk dat de bemanning lekker positief was. Dus dat je lekker goede vragen kon stellen over de verschillende dienstvakken. En toch een keer uit het vrouwenperspectief, zeg maar. Ja, wie weet komt er verandering in. En anders niet. Nou jongens, wel thuis. En, En niet vergeten te abonneren. Dus ik heb hier allemaal pennen uitgedeeld en briefjes en abonneer je. Heel belangrijk, want dan word ik groter. Je hoeft de vlogs niet te kijken. Nee, joh, grapje. De vlogs zijn ook heel leuk. Maar wat heel belangrijk is voor dit kanaal is dat je je abonneert. Zodat wij heel veel kunnen groeien en alleen maar meer kunnen posten. Dank jullie wel. Luister uit. Nee, wacht. Het einde moet ik opnieuw. Fijne week of zo. Voor de zekerheid neem ik ook even een PS-momentje op. Mocht deze vlog nog heel erg laat zijn en zat jij lekker om 6 of 5:40 klaar op de vlog te wachten. Wij zijn hier dus nog in Split aan het wachten tot we mogen, tot we van boord mogen. En eigenlijk moeten we best wel heel snel door naar onze vlucht. Want we hebben echt iets van 2 uur vertraging gehad hier aan boord met afmeren. Dus dan weet je waar die vertraging vandaan komt. Maar ja, ik weet ook niet hoe de wifi op Schiphol is en of we dat gebakje op tijd kunnen uploaden voor jullie, zeg maar. 2 hours later. Okay, we zijn nu zeg maar op Frankfurt en we gingen naar een vliegtuig, maar we gaan toch maar niet in een vliegtuig, want hij is kapot. Dus nu gaan we niet vliegen. Ja, helaas. Ja, top. voor zover mijn PS-moment uit.